Ja, wat doe je nou eigenlijk moeilijk over? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van der Hout, economisch journalist bij de Tijd. En we gaan het vandaag hebben over crypto, want wat een feest is het op de cryptomarkten. Nee, helemaal niet. Alles zakt. Het is verschrikkelijk. Kijk maar even mee in de volgende grafiek. De Bitcoin, meer dan gehalveerd sinds begin dit jaar. Ethereum is nog veel erger. Dus ja, het gaat niet goed daar. Het stabiliseert wel een beetje deze week, zo op $21.000. Maar ja, het blijft toch een beetje een enge situatie, want het lijkt een beetje op de situatie die we zagen bij de financiële crisis van 2008. Nou, ik ga er zo meteen meer over vertellen waarom ik die vergelijking maak. Maar eerst wil ik even zeggen, als je nou altijd al alles wilde weten over economie, over aandelen, over crypto, abonneer je dan gewoon op mijn YouTube kanaal. Boe, Bear en Bas, druk op de bel. Dan krijg je een update als een nieuwe vlog online komt. En het is gratis, dus ja, wat doe je nou eigenlijk moeilijk over? Hoe zit dat nu met die vergelijking met crypto en 2008? Nou, die verkoopgolven in de cryptomarkt, die lijken eigenlijk een beetje op de fire sales uit 2008. Dat is wanneer mensen activa moeten verkopen, beleggingen, omdat ze met schulden te maken hebben. Nou, hoe zit dat? Nou, stel je voor, in het geval van Bitcoin, ik wil Bitcoins kopen met geld dat ik van jou leen. Nou, dat kan ik zeggen, oké, ik leen dat geld, ik koop die bitcoins. En die bitcoins, daarvan zeg ik, oké, die kun jij gebruiken als onderpand. Want als ik dan ja, mijn lening niet afbetaal, dan kun jij al die bitcoins verkopen en heb je het bedrag van die lening terug. Nou, hè, stel je nou voor dat die bitcoin heel sterk staat, nou, dan vind je dat allemaal prima. Maar als die bitcoin in waarde begint te dalen, dan kan die zakken ja, onder dat bedrag waarvoor, ja, waarvoor jij geld hebt uitgeleend. Dus je zegt waarschijnlijk, hè, op het moment dat dat dreigt te gebeuren, zeg je, ja, ik ga nu die bitcoins verkopen, want dan heb ik in ieder geval uitgeleende geld terug. Nou, dat is het probleem wat we in 2008 zagen met andere producten. Maar ja, wat je dus nu ook met bitcoin lijkt te zien. En ja, het vervelende is, als die verkocht worden, die bitcoins, dan komen de nieuwe bitcoins op de markt. Daardoor zakt de prijs van de bitcoin. En dan komen andere mensen die geld geleend hebben ook weer in het probleem. Die gaan dan ook weer verkopen. En zo krijg je een neerwaartse spiraal. Nou, ik sprak daar zojuist over met Teunis Broosens. Hij is hoofdeconoom van Digital Finance bij ING. Ja, en ik ken hem eigenlijk wel wat langer, omdat hij eerder hele goede stukken over monetaire economie schreef. En ja, hij is eigenlijk wel met mij eens. Hij zegt ook van ja, net zoals in 2008 zagen we een systeem dat buiten het traditionele banksysteem zat. En ook toen was het financieren van activa met schulden een probleem. Nou, in de cryptomarkt, zegt hij, heb je dus nu aan de ene kant speculanten die met hele hoge schulden inzetten op cryptomunten. En aan de andere kant heb je dus cryptobeleggers die op bepaalde platformen bitcoins aanhouden en een hele hoge rente najagen. Nou, hij zegt dus ook, ja, net als in 2008 zie je dat crypto ja, voor eigen bankje speelt. En ja, de crypto is onder andere ontstaan doordat er ergernis was over die banken in 2008. Maar nu zie je, zegt hij, dat ze eigenlijk dezelfde fouten maken. En we zien dus ook weer van die fire sales, zoals bijvoorbeeld bij het hedge fund Three Arrows, waar de bitcoins verkocht moesten worden omdat ze geen onderpand konden bijstorten. Nou, dat speelt ook nog een rol dat op vrijdag een heleboel optiecontracten in bitcoin aflopen met een onderliggende waarde van $2 miljard. Het zijn vooral put-opties, hè, dus waarmee beleggers speculeren op een daling van de bitcoin, met een uitoefenprijs van $20.000. En Teunis Broosens die zegt dus van, ja, als die prijs van de bitcoin op het juiste moment onder de $20.000 ligt, dan zullen die eigenaren van die opties daar gebruik van maken en uitoefenen. En dan moeten ze bitcoins kopen en dat kan een bodembeschermer vormen op korte termijn voor de bitcoin. Oké, dit was hem. Vond je deze video leuk? Like hem dan en deel hem alsjeblieft. En nou, dan wens ik jullie een super fijn weekend. En dan zou ik zeggen, doei!